De wereld is geen safe space. En de universiteit is ook geen safe space. Laten we het noemen een plaats van ongemak. En door te lezen, door je te verplaatsen in anderen, door de wereldliteratuur tot je te nemen, kun je je verplaatsen in die ander en daarmee harnas je en weet je dat de wereld ingewikkeld in elkaar zit. En dat moeten we doen. Niet meteen oordelen, niet in een groep van gelijkgezinden je terugtrekken en alles wat je raar vindt afwijzen. Nee, omarm dat ongemak, hoe lastig het ook is. Neem er kennis van. Dat doen we genoeg. We horen de hele dag mensen die niet gezien en niet gehoord worden. Maar er zijn ook nog andere vormen van ongemak waar je kennis van kunt nemen. Lees bijvoorbeeld de Afrika-pagina's in de krant. Ik wil weten hoe de landen waar wij straks mee aan de klimaattafels komen nu kijken naar het Witte Westen. Want veel van het ongemak van het klimaat is gelegd op de landen die het meest kwetsbaar zijn en die de geringste ecologische voetstap hebben. Dat zijn allemaal hele interessante conflicten van de toekomst.